ben even naar beneden gegaan om te ontbijten. Het is 10:15. Ik voel me wonderbaarlijk helemaal prima. Het is heerlijk weer en ik ga even ontbijten. Ik heb een lychee fruit shake gehaald. Ik wil ze allemaal proberen. Het zijn een beetje mijn Pokémon's. Fruity shakes, gotta catch them all. Maar wat vind je van mijn pet trouwens? Ik ben er echt zo blij mee. Ik zag hem in China. Maar daar durfde ik hem niet te dragen. Want het staat volgens mij voor de Red Army en dat soort dingen. Terwijl voor mij de rode ster staat voor Partizani. En ik weet dat mijn ouders daar super trots op zijn. Dus ik vroeg het aan mijn broertje van, yo, is dit wel oké dat ik dit petje draag? Toen zei hij, doe maar niet in Hongkong. Maar in Thailand kan je hem prima op. Dus chill. En ik moet zeggen, ik vind het echt wel heel erg relaxed om een petje op te hebben. Ik ben nu onderweg naar de vrouwengevangenis voor mijn Thaise massage. Ik moet even een half uurtje wachten op mijn 2 uur durende Thaise full body massage. Zoveel zin in. Misschien handig om heel even kort te vertellen wat het verschil is tussen een Chinese, een Japanse en een Thaise massage. Bij een Chinese massage gebruiken ze geen olie en mag je kleren aanhouden. Bij een Japanse massage gebruiken ze olie en dan doe je ook je kleren uit. Bij een Thaise massage, dat schijnt een van de heftigste te zijn, maar ik heb het nooit echt gehad. Lopen ze soms echt over je heen, maar ze draaien ook heel veel met je ledematen en zo. Hanna, die je samen met mij in China hebt gezien, die beschreef het als dat iemand anders yoga aan het doen is met jouw lichaam. Dus ik ben benieuwd. Ik heb deze nog nooit gehad. Ik heb een Japans gehad, ik heb een Chinees gehad, maar nog nooit een Thaise. Maar het zal wel zo goed zijn. Ik ga je trouwens even iets vertellen over het bijhouden van budget op reis. Iemand vroeg me namelijk, hoe doe je dat, hoe hou je dat bij of let je er niet op? Nou, ik hou letterlijk elke cent bij die ik uitgeef. Dat doe ik met de app Good Budget. Die heb ik van mijn broertje en ik vind hem echt fantastisch. Wat je doet, is je maakt envelopjes aan. Hier zo. Die envelopjes wijs je een budget toe, wat je per dag wilt uitgeven. En dan moet je hier zeg maar instellen of hij het budget maandelijks, wekelijks, semi-maandelijks, dus wat is semi-maandelijks? Geen idee. Of elke 2 weken bijhoudt en dan op welke dag hij start. Ik heb het op wekelijks, want dat vind ik eerlijk gezegd het allermakkelijkste om bij te houden. Even terug naar budgetten. Wat doe je dan als je dit hebt gedaan? Dan heb je hier nog niet de envelopjes gevuld. Dat doe je met de functie hier. Add money. Hier vul je dan zeg maar de omschrijving. Dus ik doe bijvoorbeeld dan eerste week budget Thailand of zo. Dan het totale bedrag van alle envelopjes bij elkaar vul je in bij amount. Focus. Account, dat is een beetje bullshit. Hij doet alsof je al je geld bijhoudt. Maar dan ga je dus per envelopje toewijzen hoeveel geld daarbij komt. Dit zijn mijn 4 belangrijkste posten. Soms heb ik iets meer als ik andere dingen doe. Maar voor nu, ja, dit is wat ik doe. En wat ik dan doe, als de envelopjes gevuld zijn aan het begin van de week. Dan ga ik naar envelopjes. En dan kan je bijvoorbeeld op het envelopje, elke keer als ik heb gegeten. Nou, dat zie je hier. Ik heb net bijvoorbeeld een shake gehaald. Bam, vul ik meteen in. Ontbijt vanochtend, water, gisteren. Ik vul alles in. Elke cent die ik uitgeef. Dat is voor mij de makkelijkste manier om goed bovenop mijn budget te blijven. Wat hij ook doet, als je dus per week bijhoudt. Maar dat doet hij ook per maand, maar dan doet hij het anders. Dan houdt hij per dag bij wat je dagbudget is. Dus hier zegt hij, great, you're ahead by 213. Dus ik mag vandaag nog 213 baht opmaken. Wat prima is, want ik heb nog 2 maaltijden gegaan. En meeste maaltijden kosten iets van 50, 60 of zo. Soms als ik lavish wil doen, dan is het 80. Als je het per maand doet, dan geeft hij natuurlijk per 30 dagen aan wat je dagelijkse budget is. Dus daar moet je dan rekening mee houden als je het budget invult. Want mijn budget zijn bijvoorbeeld 7 keer mijn dagbudget. En dat dan als totaalbedrag. En wat ik dan doe, want dit is even op dagelijkse basis. Maar hiermee kan ik natuurlijk niet heel goed mijn geld bijhouden. Omdat sommige dingen gewoon door elkaar gaan lopen. Wat ik vervolgens doe per week, is al deze transacties. Ga ik je thuis nog even laten zien. Al deze transacties in een Excel sheet invullen. En vervolgens kijken, scheetmesje. Oh my god, wat heb ik ingevuld. Wat ik dus per week waaraan heb uitgegeven. Want kijk, hiermee hou je het wel bij. Maar je hebt nog geen groot overzicht waar je bijvoorbeeld geld zou kunnen besparen. Ik heb wel eens bijvoorbeeld
met name in Indonesië, heb ik echt lavish geleefd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, doe even normaal. Je hoeft echt niet, omdat je 10 euro per dag aan eten kan uitgeven, hoef je niet, weet ik veel, 3 van die vruchtensapjes per dag te halen. Is ook niet eens per se gezond of zo. Dus op die manier, dat doe ik dan ook per week. Dan vul ik al deze bedragen in Excel. Per potje. Dus per bij eten, bij het activiteiten, bij het transport. En dan kijk ik naar het grote plaatje waar ik misschien ongemerkt heel veel geld aan uitgeef wat misschien niet nodig is. Dus dat is even hoe ik mijn budget bijhoud. Ik ben ongekleed en ik mag vanaf hier niet meer filmen, omdat ik natuurlijk nog wel gevangenen zijn. Ik vertel je zo meteen even precies hoe het in elkaar zit. Maar mijn tevreden, ontspannen gezicht in 3, 2, 1... Dat was echt heel nice. Het meisje was zo'n schatje. Ze was pas 22 en ze zat vast omdat ze drugs had gebruikt. Ik zei, oh, maar je bent zo jong. Ze zei, nee, maar het is goed. Want als ik hier niet zat, dan was ik misschien ergens anders terechtgekomen. En ik zei ook, ja, daar heb je het nu, weet je. Aan de ene kant, ook vroeg geleerd, daar heb je tenminste nog je hele leven voor je. Ik kan me voorstellen dat, stel dat je ja, kinderen hebt en dat soort dingen, dat het dan misschien moeilijker is om vast te zetten. Ik heb ook begrepen dat... Ik heb ook begrepen dat alle inkomsten naar de meisjes zelf toe gaan. Naar de vrouwen. Dus daarom, ja, ik heb gewoon 2 uur genomen. Ik denk, ja, top, weet je, als zij er iets aan kan verdienen. En ik heb een geweldige massage, dan is dat ook weer een vorm van een goed doel steunen, om het zo maar te zeggen. Ik ga nu even lekker lunchen. En ik viel al bijna in slaap, dus ik denk dat ik na de lunch toch weer een dutje ga doen. Hashtag winning in Thailand. Tom Kang Koen, of Koen, ze schrijft het anders op verschillende plekken. Check hoeveel garnalen. Het is een kokossoep. Yum. Ik ga weer terug naar mijn hostel. Op zich heb ik niet per se zin in een dutje. Ja, yeah, I know dat ik dat zeg. Ik ga wel even relaxen, maar dan bijvoorbeeld met editen en uploaden en dat soort dingen. Gewoon even rustig aan en dan ga ik later wel weer even op pad. Oh yes, een gigantische groene papaya salade en een papaya shake. Yum. Het is nu 8 uur. Ik heb over een uurtje een hele belangrijke call voor een vriendin. En ik ben ondertussen lychees aan het eten. Echte lychees. Gewoon zo van de straat gekocht. Woep woep. Het is iets over 12. Morgen moet ik om 8 uur of 8 uur 30 klaarstaan voor de kookworkshop bij Sammy's Cooking School. Aangeraden door een paar van jullie. Ik heb er zoveel zin in. Ah, ik ga nu snel slapen. Mocht je zoiets hebben van, nee, deze travelvlog was veel te kort. Nou, dan heb je hier alvast de vorige aflevering en de afspeellijst voor alle travelvlogs. En mocht je zoiets hebben van, wat? Een kookworkshop bij Sammy's Cooking School? Die travelvlog moet ik ook zien. En je bent nog niet geabonneerd? Abonneer je dan hieronder. Gewoon hierop 1 keer klikken en dan krijg je die travelvlog ook automatisch binnen. Ben je al geabonneerd? Wij gaan morgen op kookavontuur. Welterusten, tot morgen!